We zijn in Aspergaveren voor de volgende manche van de Super Prestige. De dames zijn zich al aan het opwarmen, wij zijn er klaar voor. Het is een klassieker met modder, met spektakel, valpartijen, steile beklimmingen en uiteindelijk de beste renner die de koers zal winnen. Succes en kijken naar de volgende aflevering van de 10e aflevering van All Areas. Gisteren ook vier keer in zand. Oh! Vier keer in zand en vier keer zand gedaan. Dat is niet echt mee. Nee. Oh, ga ik mee in de vest hebben? Oh ja. Leg het even vast, hè. We laten niks aan toeval over vandaag. Dat maakt het gewoon niet. Alright, Witte, vertel eens over de bandenkeuze die dat jullie vandaag maken. Ja, dat was eigenlijk nul twijfel. We keken naar buiten en we hebben de parcoursverkenning nog gezien gisteren. En het was alles Rino gelijk. Lucinda is wel gezakt in bandendruk, ze heeft lang verkend. Ik ga niet prijsgeven wat ze doet hè, voor de concurrentie, maar ze zal er staan vandaag, denk ik. Ja. Je hebt hulp vandaag in de materiaaltest? Ja, een Sven Nijs, volgens mij de vader van Thibaut is dat. Ja. Daar gaan we. Het is aan te doen, het is in leven. Rijdt voor Tillinet van Wazelaaien. De winnares van vandaag van deze zesde manche. Christine Daval. Sta ik daar helemaal alleen in het podium? Ja, ik hoop niet dat je het saai gaat vinden, maar ik niet in ieder geval. Nee. Verschiet je er zelf nog van? Jawel, ja. Kijk, ik vind wel dat je, ook dat je gewoon ziet van dat het. Het kan ook zo weer anders zijn. Zoals gisteren dan, weet je. Dan, als je één keer fout maakt of zo, of je tegenslag hebt. Het is niet dat je zomaar even makkelijk wegrijdt bij iemand of zo. Het is wel. Zijn dit soort parcoursen nu de dingen die je het liefste doet? Deze vind ik wel tof, dit soort dingen. En dat het gewoon zwaar klimmen. En ja, die afdalingen. Een beetje schuiven en doen en het goede spoor en dan wel eigenlijk dat je gewoon toch maar het beste gewoon kan laten lopen en dan voelt het misschien soms een beetje op goed geluk, maar dat werkt wel beter dan dat je gaat tegenwerken en remmen en dan lig je sneller onderuit, zeg maar. Ben je content van de mechaniekers vandaag? Ja, mijn mechaniekers, toppers zijn het, hè. Ja, ja. Nee, die hebben wel hard moeten werken vandaag. Ja, die weten wel waarmee ze heen gaan. Oh,
wel een leuk podium om dat te halen, denk ik. We waren direct met z'n drieën eigenlijk al weg, met Mathieu en met Ben Pidcock. En het feit dat die mannen eigenlijk goed tempo rijden en ik altijd gebeten heb om toch mee te gaan, zorgde ervoor dat ik op het einde wel een kloof had die dan groot genoeg was om die derde podium plaats te pakken. Uw hartslag ook ver in de hoogte in gejaagd? Is dat zo'n idee waar je max hartslag geweest is? Ja, het heeft op momenten toch wel echt pijn. En dan moet je oppassen dat je natuurlijk ook niet over je toeren gaat. Dus ik denk dat ik toch wel richting die 180 of zoiets zou gegaan hebben. Maar het heeft een beetje een vraagteken waar je net uitkomt. Want een tweede dag gaat hij nooit zo hoog als een eerste dag. En gisteren zal hij waarschijnlijk iets hoger zijn geweest. Maar dat is iets dat we nu allemaal moeten uitlezen. Kunnen we weer wat analyses maken om de komende weken te zien waarop we moeten trainen. Om de kerstperiode goed aan te vangen. Ja, de kerstperiode komt eraan. Content? Ja, bij mij begint hij een klein beetje dit weekend. Zo, hè. De Antwerpen, dan begint de kerstsfeer wat in te crossen. Vaak zijn er veel mensen die na de cross van Antwerpen nog naar de kerstmarkt gaan. Ja, dat zat er nu van het jaar natuurlijk niet in. Maar nu is het de laatste echte trainingsweek, rustweek. Om daarna eigenlijk ja, om de paar dagen een cross te hebben met de kerstperiode. En ik zie daar enorm hard naar uit. We hebben al wel wat crossen gehad. Maar nog belangrijk niet zoveel als de rest als de andere seizoenen. Hè. Alverwege december. Dus het mag nu echt wel zwaar worden en lastig worden. En de weersvoorspellingen die geven dat ook een beetje mee.